Hoi iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik sta letterlijk op het punt om op vakantie te gaan. Maar weet je, ik vond het wel een goede timing om nu een YouTube video te filmen. Nee, maar echt, ik heb zelfs mijn Nike legging aan en een comfy vest aan. Want we gaan zo voor een lange periode tijd in de auto zitten. Yay! Maar ik was bezig met het bewerken van een video en ik vond het echt zo fucking verstrooid. Want hij was niet goede kwaliteit en hij was niet scherp en hij was te donker en hij was gewoon niet goed. Ik hoop dat hij nu wel scherp is ook trouwens. Maar het zou nog wel jammer zijn, weet je. Ik heb nog even snel wat make-up op mijn gezicht geklapt en ik dacht, laat ik deze video eens een keer gaan filmen. Want ik wil hem eigenlijk wel gewoon online hebben, aangezien ik anders geen video heb in de 2 weken waarin ik in Frankrijk ben. Dat zou ik toch een beetje jammer vinden. In welke outfit ga jij reizen? Deze. Dat was mijn sister. Als je nog geluiden hierachter hoort, dat is gewoon mijn familie die nog eventjes hun leven op orde probeert te krijgen net voordat we op vakantie gaan. Ik ben van de eerste die gewoon klaar is. I'm very proud of myself. Never happened before. Vandaag heb ik voor jullie weer een back to school video. Dit is een beetje een andere back to school video. Ik ga namelijk wat advies geven. Ja, wie had het ooit verwacht? Ik die advies geef? Ja, zeker. Nee, maar ik zit ondertussen al 4 jaar op school. Ik ga nu naar mijn 5e jaar. En ik heb toch al een aantal tips en tricks opgebouwd die jullie misschien kunnen helpen. Daarnaast heb ik echt super veel vragen naar gekregen. Vooral mensen die voor het eerst naar school gaan. En die, of naar, in ieder geval naar een nieuwe school of naar hun eerste school. En dat ze niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Maar daarnaast zullen er ook vast wel 2e, 3e, 4e klassers zijn die aan deze tips misschien iets hebben. Ik noem deze video Hoe overleef je dit schooljaar? Evi-staal. Dus ik hoop dat jullie wat aan mijn tips hebben. Ik denk dat deze video voor iedereen wel handig is. En als je niks vindt, dan mag je gewoon lekker weggaan. Ik ga een aantal thema's af en we beginnen bij de eerste schooldag. Hoe bereid je hierop voor? Mijn grootste tip is, doe iets aan waar je comfortabel in voelt. Je kunt wel de gaafste en de doopste kleren van de wereld aandoen. Maar als jij je er niet chill voelt, dan ga je een beetje ongemakkelijk voelen. En dat zou wel jammer zijn. Sorry als ik een beetje snel door dingen heen ga, maar ik wil niet dat deze video te lang is, want ik haat lange video's. Het tweede is, vermijd dure schoolspullen, want in het midden van het jaar ga je toch alleen maar kleuren. Ik bedoel, als jij graag een super trash agenda wil hebben, moet je dat lekker doen. Maar ik denk dat het gewoon niet nodig is. Ik ga mensen gewoon naar HEMA en koop wat basic spullen. En die pimp ik zelf op. Er staan genoeg leuke do-it-yourself video's op YouTube. Ik heb er zelf ook een keer eentje gemaakt. En die staat in de afspeellijst die ik altijd link bij deze back to school video's. Plus, koop rekbaar boekpapier, want dan hoef je niet helemaal te kaften. Als je het in de eerste doet, dan kun je er gewoon aankomende jaren telkens gebruiken. En dan hoef je niet op een gegeven moment die overgang te maken. Ik heb mijn overgang volgens mij in de 2e of in de 3e gemaakt, want ik haat kaften en kon het ook letterlijk echt niet. Elk jaar zag mijn boeken er weer zo fucking lelijk uit en ik trok het altijd in het midden van het jaar af. En dan natuurlijk de eerste schooldag. Als je nieuw bent op een nieuwe school, heb je waarschijnlijk nog niet zoveel vrienden. Maar ik denk dat voor iedereen de eerste schooldag weer een beetje is van, oh, ik zie iedereen weer. Zelfs als je naar de 5e gaat, is het weer zo van, oh, ik wil eigenlijk wel er leuk uitzien. Iedereen heeft dat toch wel een beetje, de wereld de nieuwste kleren aan. Maar ja, dat soort dingen. Ja, mijn grote tip is voor mensen die naar een nieuwe school zijn, wees gewoon lekker jezelf. Ik had gelijk op de kennismakingsdag al mijn vriendinnen gevonden waarmee ik nu nog steeds vriendinnen ben. Sophie en Nele, die jullie nog wel kennen. En Francis, de tweede zus van Sophie, waar we ook nu heel goed bevriend mee zijn. Ja, eigenlijk was ik daar best wel zenuwachtig voor in eerste instantie. Maar je hoeft er eigenlijk niet zo zenuwachtig te zijn, want eigenlijk iedereen vindt zijn plekje waarschijnlijk wel. En probeer ook niet bij een bepaald groepje toe als je daar niet chill bij voelt, als je niet geaccepteerd voelt en niet echt fijner bij voelt. Dan kun je altijd nog overstappen. Er zijn nog mensen in de 5e die overstappen van misschien in de groep. Dus het maakt echt totaal niet uit. Oké, dan gaan we voor naar het thema door het jaar heen. Als eerste een aantal tricks. Hoe overleef je groot in een lange schooldag? Ik kan allemaal bullshit tips geven die iedereen wel zegt van, ga vroeg slapen. Het helpt echt. Maar what the fuck? Nobody cares about that. Want hoeveel mensen het ook zeggen, ik ga toch altijd weer om 12 uur naar bed. En ik zit toch altijd weer gewoon met een dode kop neer tot Tokio op school. Mijn grote tip is eigenlijk, neem lekker eten mee. Daar kan je gewoon lekker naar uitkijken. Iets lekkers voor in de pauze, weet ik veel. Salade, wraps. Zo gek. Het kan zo gek zijn. Of neem wat geld mee dat je naar de supermarkt kan en gewoon daar even wat chill food haalt. Want van eten krijg je natuurlijk ook energie. En dat zorgt er ook voor dat je niet in slaap valt. Daarnaast drink genoeg. En probeer wel actief te blijven in de les. Want op het moment dat je niet echt actief meedoet en met de interactie dingen, dan ga je waarschijnlijk gewoon in slaap vallen. Let's be honest. Hoe vind je motivatie? Ik
kun je eigenlijk niet aan mij vragen, want mijn motivatie ook echt ver te vinden. Maar wat mij altijd motiveert is eigenlijk dat ik op het laatste moment zo ben van fuck, ik kan hier eigenlijk, wil ik eigenlijk geen onvoldoende verhalen, het is gewoon zonde. Voor mij is mijn grootste motivatie denk ik toch wel het feit dat ik anders niet overga. Ik zou het toch een beetje jammer vinden als ik niet over zou gaan. En daarnaast, ik weet niet, iets in me zegt gewoon altijd op een gegeven moment van oké, nu moet je gaan leren. Daarnaast helpen gemotiveerde vriendinnen ook wel. Mijn vriendinnen beginnen altijd een week van tevoren zoiets. En als ik dan ook 3 dagen van tevoren begin, dan voel ik me ook gewoon goed. En dan praat ik daar gewoon met hun over en denk ze, wat fuck, je begint echt veel te laat. En dan voel ik me gewoon helemaal geweldig. Plus daarnaast, je zal het een keer moeten doen, anders moet je een jaar overdoen. Of je moet het later inhalen, herkansen, weet ik veel. En als je er lange tijd voor uitplant en je telkens uitstelt naar het laatste beetje, is dat gewoon jammer. Want je kunt het goed in 1 keer doen en dan daarnaast meer tijd hebben voor met vriendinnen afspreken of zo. Hoe kan je je goed concentreren? Punt 1. Ga niet in bed zitten of op andere plekken waar je normaal gaat chillen. Zoals voor de tv. Je kunt beter gewoon 1 keer ergens gaan zitten en geen afleidingen hebben. En dan daarna daar weer heen kunnen. En je pauze of weet ik veel. Gewoon als je klaar bent. Even in een prikkelvrije omgeving doorbijten. En dan kun je gewoon zo daarna weer lekker door met chillen. Daarnaast helpt het liedje, hoe heet je ook weer? Gymnopedy. Dat helpt voor mij altijd. Het is een klassiek muziek van 1 uur. En omdat ik die altijd draai als ik leer, helpt dat heel erg met voor mij om dingen te onthouden. Dus kies ook zo'n liedje uit. Er zijn genoeg van dat soort afspeelwijzen van 1 uur. Waar je gewoon lekker bij goed kan bij concentreren. Tenzij top 40 muziek voor jou helpt, maar dan zit ik alleen maar te jammen. Daarnaast, hoe leer ik lange teksten goed? Ik pak een samenvatting van iemand anders en een boek en dit ga ik dan een beetje zo heen en weer kriskras lezen. Ik schrijf wat dingen extra bij de samenvattingen op en markeer. En dan op een gegeven moment, als ik einde van ben van de bladzijde van de samenvatting, neem ik het helemaal nog over in mijn hoofd. En dan doe ik eigenlijk alsof ik een presentatie geef aan iemand anders. Basically ga ik dan gewoon doen alsof ik een leraar ben. En dan maak ik een proper verhaal op en dan ga ik het gewoon uitleggen aan iemand. Dat helpt voor mij echt helemaal goed. En dan lees ik het nog 1 keer door om te checken of ik niks ben vergeten. En dan neem ik dat nog over in mijn hoofd. En op het laatste neem ik het de helemaal nog even over. En dan heb ik het meestal wel goed geleerd. Met woordjes werkt het eigenlijk wel hetzelfde. Ik print het gewoon uit en leg mijn hand erop. En ja, zo werkt het voor mij goed. En dan overwerk ik het meestal met weertjes. Maar voor iedereen werkt natuurlijk iets anders. Mijn mening en mijn methode zijn natuurlijk niet waarheid. Dus als voor jou iets anders meer helpt, deel het gewoon lekker in de comments, want misschien hebben anderen daar ook nog wel aan. Dan nog een aantal tips. Mijn eerste tip is, zorg voor een goede band met je leraar en je mentor. Je hoeft niet te gaan slijmen, maar met een goede band heb je altijd een stapje voor. Ook al zeggen leraren dat ze daar niet aan doen. Probeer gewoon met wat schoolinhoudelijke vragen te laten merken dat je gemotiveerd bent. En zo ga je ze waarschijnlijk een stukje meer mogen. Daarnaast helpen goede cijfers halen in het begin ook meestal wel. En gewoon niet te veel kattenkwaadheid houden. Ik weet eigenlijk niet waarom leraren bij mij vaak mogen. In ieder geval, ik heb het gevoel dat ze mogen. Het kan ook wel zijn dat ze stiekem rondelen over in een lerarenkamer. De volgende tip is, maak aantekeningen. Op het moment dat je heel goed in de les oplegt, dan heb je alle stof al een keer meegemaakt. En dan hoef je niet op het moment dat je weer gaat leren, weer helemaal nieuw te zien en alles opnieuw te moeten begrijpen. Het klinkt ongelooflijk gay, maar als ik aantekeningen maak en oplet in de les, dan ik maak ook niet echt vaak mijn huiswerk. Dus ik moet het eigenlijk wel doen, want anders heb ik die stof van tevoren nooit gezien. Het is gewoon een tip, maar ja, weet je, iedereen begrijpt dat je ook niet 24/7 gaat aantekeningen maken. Kom, let's be honest. Alleen, ik heb de laatste periode wel erg gemerkt dat dit met mijn laatste testweek echt super erg heeft geholpen. Daarnaast, als je je rooster niet goed kan herinneren, doe hem als achtergrond. Of plak hem in je kluisje of zorg dat je vriendinnen de mail goed kennen. Ik ben altijd echt heel erg slecht met mijn rooster. Ik vergeet hem echt. En wij hebben het geluk dat dat gewoon in onze algemene ruimte ze daar hangen. Dus voordat ik naar elke les ga, dan loop ik er even langs. En oké, ik weet waar welke spullen ik moet pakken. En dan ga ik daarheen. Mijn laatste tip is, je hoeft niet de allerziekste planningen te maken. Maar een to-do-lijstje van tijd tot tijd is echt handig. En daarnaast voel je je ook echt super vanzelf vandaan als je wat van die to-do dingetjes heb afgevinkt. Ik heb zelf een app, Wanderlust. En klopt dat? Wanderlust. Je ziet dit nu in het scherm. En daarin kun je gewoon het allemaal afvinken. En dan is het gewoon helemaal top als je dan helemaal aan het einde bent en je lekker kan gaan Netflixen. Dan komen we bij het laatste thema en dat is testweek. Je hoeft niet 5 weken van tevoren te beginnen met al je samenvatting, weet ik veel wat, tenzij je daar nog fijn bij voelt. Maar ik bedoel, zorg in ieder geval dat je goed voorbereid de week in gaat gewoon. Tess? Ja? Hoe lang sta je aan te luisteren? No, I don't believe you. Little stalker, stalking me en stalk. Waar was ik?
Dus ga goed voorbereiden de week in. Print alvast je samenvatting uit. Weet wanneer je wat hebt, et cetera, et cetera. Lees in ieder geval alvast een beetje door voor elke test. En dan moet je het wel redden, denk ik, als je niet echt ziek erg last hebt van stress. Dan tip 2 is, als je thuis komt van een test, neem in ieder geval eventjes pauze. Ga niet gelijk door met leren, want dan gaat je concentratie echt niet houden. Ik maak eventjes voor mezelf wat eten, ga eventjes YouTube. En dan op een gegeven moment, een half uur, uurtje, weet ik al dat ik weer aan de bak moet. Dus, dat zijn een aantal van mijn tips. Ik heb geprobeerd een beetje de basic tips die iedereen geeft niet te geven. Gewoon een aantal van mijn eigen ervaringstips. Want ik kan wel heel erg veel tips geven, maar daar hou ik mezelf ook niet aan. Dus dat kan ik wel beter niet doen. Nou, dan vertrek ik nu naar Frankrijk. Nee, grapje. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ondertussen zit ik al in Frankrijk, dus you guys better wish me on my vacation. Wil je meer back to school video's zien? Ik heb mijn afspeellijst in de beschrijving staan. Dus ga daar maar lekker naar kijken. En dan zie ik je volgende keer weer. Adieu!